Hoe heeft u het optreden met de Big Band Blast ervaren? Ja, dat was fantastisch. Nou ja, je ziet de reactie van het publiek, die gaat het natuurlijk om. Die mensen vonden het geweldig. En de Big Band Blast, dus ja, dat is natuurlijk zijn fantastische. Ik heb diverse keren heb ik daar inmiddels al mee gewerkt. Dus ja, dat is een van mijn favoriete big bands. Dat is, en nog redelijk om de hoek. Er zit er ook eentje ergens in Delfzijl. Nou, je gaat niet even vlug even, naar Delfzijl en weer. Maar nee hoor, ik vond het geweldig. En de sfeer, de ambiance was goed. En ondanks het voetbal waren de mensen toch, hebben toch de moeite genomen om hierheen te komen. En daar ben ik ze zeer erkentelijk voor geweest. Nou ja, en veel herhaling vatbaar, zal ik maar zeggen. En voor het optreden brak u het ijs met humor. Kan u de grap nog een keer herhalen die u maakte? Welke grap? Aan het begin van het optreden. Hij staat te dollen met me. Heb je het in de gaten? Nee, joh. Ik vertelde dat ik vroeg aan het publiek of ze de Sinterklaas een beetje overleefd hadden. En toen zei ik, ja, maar heb je dat nog gehoord? Weet u waarom Sinterklaas niet in de moskee komt? Nou, dat wisten ze niet. Ik zei, nou, er staan te veel schoenen. Oké. Nog één laatste vraag, een feitje. Hoeveel gouden microfoons heeft u in totaal? Nou, dat zijn er nogal wat. Want ik was van die naart als ik mijn gala's deed. En ik had special guests. Die hadden allemaal dezelfde mic als ik. Dus ik heb ze allemaal heb ik ze nog bewaard. Nou, een stuk of 10, 12 zijn het er minstens. Maar die kun je niet meer gebruiken, omdat later zijn de zenders in de lucht gekomen. En ik heb nog meegemaakt dat ik met mijn gouden zendermic, dat de brandweer bij me binnenkwam op de frequentie. Kan je het voorstellen? En een piratenzender. Dus, maar nu zijn de frequenties van een zo hoog gehalte dat nu alleen de kop nog zeg maar van goud is en de rest is van een soort kunststof waardoor dat niet gaat interfereren. Kun je ze niet meer gebruiken. Dus het zijn hebben dingetjes. Misschien ooit nog een keer veilen voor een goed doel of zo. Zoiets. Maar voor de rest niet meer bruikbaar. Bedankt voor uw tijd. Een fijne avond. Fijne dagen. Zelf ja, u ook fijne kerstdagen. En een gelukkig en een gezond 2023. Dag allemaal.